Kijk eens naar dat gordijntje. Mijn dochter heeft dat gemaakt. 12 jaar. Anna, ik ga het nog eens doen. Ik vind dat zo tof. Kijk, hè, dus ik ga het dan nu terug ook. Ja, kijk. En nu, kijk. Ja, goed, hè. Anna, 12 jaar. Ik zal al blij zijn als er geen foto van ons kat tussen zit straks. Enfin, deze man is Cecil B. DeMille. En Cecil B. DeMille is een van de eerste echte showmen van de Amerikaanse cinema. Hij is een man die het ooit bestond een vergadering voor te zitten met scenaristen. Want hij is altijd op zoek. Wij zijn altijd op zoek naar verhalen, regisseurs. En hij was dus ook op zoek naar verhalen. En een van die scenaristen bestond het om te vragen, meneer DeMille, ja, wat kunnen wij voor u betekenen? Waar bent u naar op zoek? En daarop zei Cecil B. DeMille, ik wil iets dat begint met een aardbeving en dan opbouwt naar een climax. Dat vond ik zo schoon van Cecil. En hij heeft dat ook in de praktijk waargemaakt. Hij is heel beroemd geworden met Bijbelse eposen, Samson en Delilah en de 10 geboden. En een film die hij in 1954 heeft gemaakt, had dan niks met Bijbel te maken, maar ja, wat is er een beter onderwerp voor een showman dan Cecil B. DeMille dan het circus? Hij heeft een film gemaakt, The Greatest Show on Earth, met Charlton Heston en James Stewart. En die film heeft als finale, film speelt zich af in zo'n typisch groot Amerikaans circus, waar je 2 arenas hebt, 2 pistes eigenlijk. En in die finale komt eigenlijk alles samen. Al die beesten, al die artiesten, trapezisten enzovoort. Heeft hij gedraaid met 10 camera's. Om dat allemaal te kunnen vastleggen. Dus al die camera's waren geplaatst op strategische posities. 1 in de nok, dat is zo, wij noemen dat dan, dat is het mastershot. Dat is eigenlijk met de breedste lens die je hebt. En daar film je alles in. Dus als je in de montage het even niet aan elkaar krijgt, dan ga je altijd terug naar het mastershot. Daar kan je altijd mee weg. Dus dat was eigenlijk, die stond helemaal in de nok. En je moet zich voorstellen, 1954 was misschien nog niet, hè. We waren al uit de pioniersjaren, maar die mensen maakten dus films zonder de communicatiemiddelen van nu. Er werd niet gefaxt. Hè? De call sheet die werd in de bus gestoken. Er waren geen gsm's, dat bestond allemaal niet. Dus de logistiek van zo'n productie, ik kan het mij zelfs niet beginnen voorstellen. Enfin, dus, hè, ze maken zich klaar. Ze repeteren 2 dagen. 2 volle dagen met al die artiesten, grote namen uit de circuswereld, vaak uit concurrerende circussen. En uiteindelijk maken ze zich in de late namiddag van de 2e dag... Terwijl hè, de regisseurs hier aanwezig, ik zie er toch al minstens 1, de regisseurs hier aanwezig weten wat ik bedoel, dan vecht je voor het licht. De ergste zin die je kan horen op een filmset is de cameraman die opkijkt van achter zijn camera en zegt, we're losing the light. En dan weet je dat je moet voortmaken. Dus in de late namiddag maken ze zich klaar. Iedereen is een beetje nerveus. De mail was nog zo'n mens die achter een megafoon stond. Hè, die riep dan zo, camera, rolling, sound, rolling. En action! En u moet zich voorstellen, op dat moment komen dus olifanten de piste in. Giraffen, acrobaten, clowns, het trapezeduo schiet naar elkaar, vangt elkaar op midden in de lucht. De acteurs, die ook allemaal een zeer specifieke actie moeten uitvoeren, doen dat allemaal. En dat is een scène van bijna 3 minuten. Dat klinkt nu niet veel, maar in filmtermen is dat best wel lang. En na die 3 minuten valt er een stilte en de mil staat voorzichtig recht en roept cut. En iedereen is geweldig opgelucht en zijn assistent staat naast hem met een walkie-talkie en begint een tour te doen van de camera's. Hè, want je moet contact hebben met de camera. Cameraman. En een beetje gekraak op de lijn en dan komt er zo'n bericht terug. Wonderful, Mr. DeMille. Wonderful. Truly wonderful. Camera 2, come in. Ah, great, Mr. DeMille. Congratulations. En zo gaan ze dus al die camera's af met alleen maar enthousiasme. En dan gaan ze naar camera 10. Camera 10, dat is de camera, er helemaal van boven in de nok. Camera 10. En dan hoor je, ready when you are, Mr. DeMille. Dus de dag nadien hebben ze dat nog eens gedaan. Enfin, dit is uiteraard Julien Schoenaerts. Vroeger was Matthias de zoon van Julien, nu is Julien de papa van Matthias. Zo gaat dat dan. Hè? Maar Julien Schoenaerts was, ja, ik mag toch wel zeggen, 1 van onze grootste acteur, een icoon, niet alleen van de Vlaamse film, maar ook van het theater en de televisie. Het is ook geen geheim dat Julien in de herfst van zijn leven en zijn carrière er niet helemaal meer bij was. Maar hij bleef spelen tot het laatste. Dat maakte hem ook zo'n groot man, maar dat maakte er natuurlijk ook de productie niet makkelijker op. En zeker niet als die productie dan echt een grote film was. Een epochfilm, zoals Daans, waarin Julien op meesterlijke wijze... Oei, te vroeg.
Ik dacht dat er een foto van... Enfin, waarin Julien op meesterlijke wijze een bisschop speelt. Bisschop Stillemans. En ik weet niet of je zich de film nog kan voorstellen, maar hij heeft in die film, als hij in zijn rol als bisschop is, zo dat enorm ingewikkeld paars bisschoppenpak aan. Een heel groot, chic, duur pak, waarvan er maar ook één was. Dus er was, om te vermijden dat daar ongelukjes mee zouden gebeuren, was er een stagiair van het kostuumdepartement aangesteld van, kijk, als Julien dat kostuum aan heeft, blijf er dan bij. Wat er ook gebeurt, je verliest Julien niet uit het oog. Dus dat meisje stijf van de stress, dat is al geen cadeau, stagiair zijn op een film, in welk departement dan ook. Dus, en die liep zoals een soort schaduw achter Julien aan. Die had dat natuurlijk wel door. Dus ja, goed. En dat ging eigenlijk allemaal heel goed. Julien was goed die dag. Tot ze plotseling Julien kwijt is. Wat is er gebeurd? Ja, een moment van onoplettendheid. Niemand van ons is perfect. Dus dat meisje begint te panikeren, schiet daar in de zweet, zoals ze zeggen, begint rondlopen, draait een hoek om en wat ziet zij? Zij ziet Julien Schoenaerts. In zijn prachtig, uniek bisschoppenkostuum aan de cateringtafel, waar een of andere onverlaat als namiddagsnack boule de Berlins heeft klaargelegd. Ja, dat kind bevriest, want wat moet ze doen? Wat is het juist om te doen? Want zij is net op tijd om Julien, zo'n boule de Berlin, te zien nemen, naar zijn mond te brengen en daar een smakelijke grote hap van te nemen. En heel even lijkt het alsof er een klodder vanille zich toch een weg zal banen naar waar hij niet thuis hoort, maar Julien, met een handige lik van de tong, werkt die vanille toch nog net op tijd naar binnen. En in 4, 5 happen werkt Julien die een boule de Berlin zonder schade naar binnen. En dat meisje voelt een last van haar schouders vallen, wil naar Julien toe gaan. Julien draait zich om naar haar en doet... en wrijft zich proper. Een waar gebeurd verhaal van op de set van Daans. En dit soort verhalen heb ik dus in modules beschikbaar. U kan verhalen krijgen voor een half uur. U kan verhalen krijgen voor een uur. U kan verhalen krijgen voor anderhalf uur. En dat allemaal in een theater near you. Ik dank u voor uw aandacht.